Dit is Langstraat TV. Uw regio in beeld en geluid. Meneer Tini Phoenix, u bent voorzitter van het college van bestuur van de Rode Pannen, Tilburg, Breda, Eindhoven. En nu in de eerste twee weken van dit nieuwe jaar, 6 volgeboekte themaavonden, Frans-Duits. U bent toch wel een trotse voorzitter? Ik ben zeer zeker een hele trotse voorzitter, want met name het feit dat we die weken kunnen organiseren in onze echte praktijk die wij in huis hebben. En dan praat ik over ons hotel en onze restaurants. Want dat hotel en die restaurants, die echte praktijk in eigen huis, dat is wel een van de speerpunten van de school. Want we hebben niet alleen keukens en restaurants bij de horeca, maar we hebben ook een winkelcentrum voor handel. En we hebben een vliegtuig voor luchtvaartdienstverlening. En noem het maar op. Dus ik ben zeker trots, ja. Absoluut. Nu kunnen uw leerlingen wel hun best doen en een compliment verdienen. En dat krijgen ze ook. Maar dat kan alleen door een zeer gemotiveerde staf docenten om hen het horecavak bij te leren. Ja. Dan moet ik voorzichtig zijn dat die docenten niet naast de schoenen gaan lopen natuurlijk. Maar wij hebben inderdaad een geweldige docenten die trots zijn op de school. Die trots zijn op hun werk. En dat leid ik niet alleen af aan de reacties die ik hoor van docenten. Maar dat leid ik ook af aan het feit dat mensen graag voor ons werken. En mensen ook lang bij ons in dienst blijven. En dat is gewoon heel mooi om te zien, moet ik zeggen. U hebt van de Franse avond gezien dat de bezoekers zeer tevreden waren. Dat doet deugd, ook bij uw collega's. Natuurlijk doet dat deugd, want de horeca die is er om zeg maar, de gasten naar de zin te maken. En als dat gelukt is, hebben wij natuurlijk een fantastische avond. Nina Gavelink, erg gezellig vanavond? Ja, zeker. Hartstikke gezellig. Dat denk ik wel. Ja. Dan zijn er twee zalen bezet, maar de Duitse avond doet het wel, hè? Ja, de Duitse avond is altijd een groot succes inderdaad. Klopt. Ja. En verwacht je er nog iets van, dat de mensen, denk je, ze waren toch al tevreden bij binnenkomst? Ja, ze zijn inderdaad tevreden bij binnenkomst. En ja, ik hoop dat ze een heel gezellige avond gaan hebben. Hoe ben je ertoe gekomen om een kokscursus te gaan volgen? Omdat mijn moeder ook de catering doet en die werkt ook in de horeca. Dus ik dacht, nou lijkt me leuk als ik zie hoe zij bezig is. Lijkt ook wel iets voor mij. En bevalt het tot op heden nog steeds? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja, ik moet nog 2 jaar en ja, ik vind het hartstikke leuk nog. Als je die 2 jaar voorbij hebt, wat ben je dan in feite, beroepshalve? Dan ben ik horecamanager, ondernemer. Dan mag je een eigen zaak beginnen. Dan mag ik eigen zaak beginnen, maar ik wil graag doorstuderen. Ik wil HBO Hotel Studies gaan doen, want ik wil later ook in een hotel gaan werken. Kijk aan, en het gaat een beetje slecht in de horeca op dit moment, maar de toekomst zal wel weer beter worden. Ja, precies. Daar zullen wij wel voor zorgen. Wij zijn een nieuwe generatie, wij zorgen ervoor dat het weer goed komt, hè? Oké. En hoe vind je de avond vanavond? Nou, het verloopt wel fijn, het verloopt soepel. Dus ja, mensen vinden het hartstikke lekker. Dan voor de toekomst heel veel succes en dat je maar mag slagen, hè? Dat is toch ieders wens. Ja, hartstikke bedankt. Dankjewel. U bent docent horeca. Hoe bevalt de avond u tot dit moment? Ja, hartstikke leuk. De voorbereidingen met de leerlingen was superleuk. Ze zijn allemaal echt heel erg enthousiast.
Ze helpen elkaar van het begin tot het einde, tot nu toe helemaal goed. U bent echt voorstander van samenwerking, onderlinge samenwerking. Gaat dat lukken? Dat gaat zeker lukken, heb ik nu net al gezien. De voorbereidingen waren heel goed. Ze hebben elkaar geholpen met tafels indekken, het restaurant gezellig maken. De muziek hebben ze uitgezocht, de kleding. Het is een goede les voor ze. Over een paar maanden gaan ze het examen doen in het vak koken en restaurant. Dit is een hele goede les voor ze. Goedenavond, u bent vanavond Heidi. Dat is toch wel iets anders als Moutje. Ja, zeker. Ja, we hebben dus vanavond Duitse avond hier op school. En er werd iemand gevraagd als Heidi en in Anton. Dus toen heb ik maar gezegd, dat doe ik wel. Hoe bevalt het nu om in zo'n tenue rond te lopen? Goed hoor, je ziet wel dat mensen het heel erg leuk vinden. Ja. Dus ja. Maar het is niet iets om iedere dag te dragen, zullen we maar zeggen. Nee. We hebben normaal natuurlijk het schooluniform aan. Ja. En dit is al wel iets heel anders, maar ook wel leuk. Past helemaal bij het thema. De mensen zijn erg enthousiast. Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk iets heel anders om door zoveel studenten bediend te worden als je normaal in een restaurant zit. En nu ook omdat we dit thema erbij hebben, ja, krijg je veel leuke reacties door. Meneer Johan van Bladel, u bent heute avond die keukenchef. Ja, dat stimmt. Gefällt das? Ja, dat is zeer schön. Dat is zeer schön. En die leerlingen, dat is ook zeer schön. En ze hebben van 3 jaar hebben ze hier in de keuken die voorbereiding getroffen. En heute avond is dat die Duitse maal. Dat is zo'n die tweede maal. Letzte Woche haben wir Deutsch gekocht und jedes Jahr tun wir wir machen das sehr schöne Mahlzeiten. Ja. Und was ist das Menü heute Abend? Heute Abend haben sie eine Pilzsuppe, eine eigene gemachte und sie haben Speck und Bratwurst mit Sauerkraut. Und eine Beersoße. Und bei dem Kaffee haben sie speziell gemacht, so die Lehrlinge, eine Sachertorte und eine Linsertorte. Das haben sie selbst gemacht und das machen sie schon. Sachertorte, kommt das nicht aus Wien? Ja, auch das, aber in Wien, in Österreich, sprachen sie Deutsch. So, wir haben das Deutsch und das Österreich haben sie gemischt. Und das ist sehr schön. Ja. Das Wasser läuft auf meinen Mund. Ja, ja, auf dir Mund. Ja, das ist sehr schön. Ja, ja. U bent docent Duits. Hoe gaat het met de Duitse taal en de leerlingen? Ja, het gaat hartstikke goed vanavond. En gisteren en vorige week hebben we het ook gedaan. En dat verliep allemaal super. Ik ben heel tevreden en heel trots op mijn leerlingen. Dus gaat vanavond ook weer tot een mooi einde komen. Het is heel gezellig. Het is heel druk. De mensen zijn ook tevreden. Ja, ik heb inderdaad al een rondje gelopen en wat mensen gesproken. En ik hoor eigenlijk niets anders dan positief. Mensen vinden het een heel leuk initiatief en ze vinden het heel gezellig. Dus ik vind sowieso zelf bij de Rooipannen dat je hier altijd wel lekker kan eten. Daar wordt altijd wel voor gezorgd. Nou, een klein beetje reclame mogen we wel maken. Hè? De mensen die zijn altijd hier welkom voor een diner of een lunchmiddags. Ja, dat klopt. Oké, nou, heel veel plezier nog vanavond en we gaan dadelijk nog even een rondje langs onze gasten doen.
Ja, dankjewel. Ik geniet zeker ook zelf mee. En het wordt helemaal leuk. Hoe bent u ertoe gekomen om in het horecavak te gaan? Ik wist eigenlijk al heel lang dat ik dit wilde gaan doen. Ik heb heel lang in de horeca al gewerkt. Daar heb ik dan ervaring op gedaan. Dus dat leek me wel leuk om uit te breiden. Gaat u na deze cursus of na het beëindigen van uw opleiding nog verder? Ja, ik ben wel van plan als het lukt om nog door te gaan studeren op de Hoge Hotelschool. Maar ik moet natuurlijk even kijken over zoveel jaar en dat ik dan nog wel leuk vind om verder te leren of dat ik dan al gelijk wil gaan werken. Ja. Hoe vindt u de avond vanavond? Ik vond het wel heel spannend om te doen. Dus je moet natuurlijk in een andere taal presenteren, dus dat is niet wat je normaal doet. Maar ik vond het eigenlijk wel goed gaan. Het zijn hele leuke mensen allemaal. En het menu is leuk en mensen vinden het lekker, dus dan maakt dat de avond goed. Mevrouw, hoe heeft u deze avond ervaren? Heel positief. We hebben heerlijk gegeten. En onze gastvrouw was heel aardig, heel voorkomend en sprak heel goed Duits. Ja. En de maaltijd was ook naar uw wens? Ja, de maaltijd was super. Het was een heel leuk origineel Duits gerecht. Dus ook de keukenploeg heeft behoorlijk zijn best gedaan om ons hier te verwennen vanavond. Ja. Wij hebben het geweldig ervaren. Wij vonden het een geweldige ontmoeting om hier zo te mogen zijn. Dus in ieder geval. Wij vonden het ook dat het personeel heel vriendelijk was. Echt attent in al dat soort dingen, dus we konden vragen stellen die we wilden. We hebben ontzettend genoten van degene die ons bediend heeft vanavond ook. Anton noemde zijn eigen, dus we zeggen Anton uit Tirol dus. Maar het is geweldig geweest. Nou, ik moet zeggen dat ik in eerste instantie dacht van, nou dat Duitse gebeuren, ik moet het nog eens zien in hoeverre dat het echt Duits is. Maar ik moet zeggen dat kwalitatief bijzonder goed is gekookt. Zeker als ik in ogen schouw neem dat het over tweedejaars studenten gaat. Dus echte Duitse ingrediënten, Duitse gerechten. En dan ben ik eigenlijk best wel verrast door. En ik denk dat ik namens onze, mijn tafelgenoten spreek, dat het inderdaad het geval is. Het was fantastisch in één woord. Collega's aan tafel, van voor tot hoofdgerecht. Helemaal goed. Je zit nu nog lekker na te genieten van een Irish koffie. Nou, het is geen Irish koffie, maar het is een Duitse variant daarop. Maar vraag me niet hoe het heet, want... Das will ich vergessen.